De buren krijgen het gratis, maar jij krijgt een rekening van ruim een ton. In de Herveldse binnenstraat kijken ze nergens meer van op als het om glasvezel gaat. We beginnen vandaag met glasvezel. Misschien lijkt het alsof inmiddels iedereen hier wel op is aangesloten, maar toch is dat niet overal het geval. Zo heeft een deel van de binnenstraat in Herveld na jaren strijd nog steeds geen razendsnel internet. Bewoners willen dit graag hebben, maar de gemeente lijkt ze niet te kunnen helpen. Ja, dat vind ik heel erg jammer. Ik heb het ook niet nodig. Het is 2023 en volgens mij heeft bijna heel Nederland gewoon glasvezel. Dus ja, we willen natuurlijk graag aangesloten worden op glasvezelnetwerk om mee te gaan met de snelheid van vandaag. De huidige situatie omtrent glasvezel is hier in de binnenstraat nogal complex. De huizen hier aan de rechterkant hebben wel glasvezel, maar deze niet. In een Facebookpost laat de gemeente over Betuwe weten dat bijna iedere inwoner de mogelijkheid heeft gehad om aangesloten te worden op glasvezel. Maar dit geldt niet voor de binnenstraat. Een enkeling krijgt wel gratis glasvezel, maar het grootste gedeelte krijgt een torenhoge rekening voorgeschoteld. En de redenen die hiervoor worden opgegeven zijn nogal gevarieerd. De hoofdreden is dat we worden hier aangemerkt als buitengebied. Hè. We wonen hier midden in het dorp, maar we worden aangemerkt als buitengebied. En als je dan een aanvraag doet bij de KPN, dan is het voor een individuele woning al snel 3.500 euro. Maar we hebben een gezamenlijke aanvraag gedaan en moeten 130.000 euro betalen voor aansluiting van 18 woningen. Met de toelichting dat het lastig is om hier aangesloten te worden. We hebben hier in de binnenstraat niet tot achterin daar een trottoir liggen waar je makkelijk kan graven. Er staan wat bomen en er zullen wat boomboringen moeten plaatsvinden zoals ons is uitgelegd. En ja, dan komen ze op een bedrag van 130.000 euro uit. Dus ja, dat kan niet iedereen betalen. 131.207 euro en 55 cent, om precies te zijn. Dat is de offerte voor 18 woningen. Omgerekend is dat dus 2 maal zo duur als wanneer Gerrit het alleen voor zichzelf zou aanvragen. Terwijl hij juist op een soort groepskorting mikte. Bovendien zijn er ook vele woningen in de Herveldse binnenstraat die al wel zijn aangesloten. Dus het kan wel. In de verte staat een wit huis. Die zijn aangesloten. Die hebben het geluk gehad. Maar de huizen daarvoor aan de rechterkant zijn niet aangesloten. De huizen hier aan de linkerkant zijn wel allemaal aangesloten. We hebben daar een groot nieuwbouwplan. Is ook compleet aangesloten. Dus ja, het is wel een beetje apart dat één huis is wel aangesloten, ander weer niet. En dat wij niet mee kunnen in de aansluitingen die er eigenlijk al liggen. Het gevecht om de aansluiting te krijgen speelt inmiddels al jaren. Ook via gemeente Overbetuwe is het tot nog toe niet gelukt om dit te regelen. Een aantal jaar geleden heb ik contact gehad met gemeente en gevraagd van wie moet ik hebben als contactpersoon om aangesloten te kunnen worden. Dat was toen een beetje onduidelijk. Ik heb niet echt een naam of een persoon gekregen of iemand heeft me teruggebeld. Dus dat is helaas niet gebeurd. En toen zijn we op eigen houtje gaan kijken hoe we aangesloten konden worden. Maar goed, als de gemeente kan helpen, dan zou dat natuurlijk uiteraard voor openstaan. Op het verzoek van RN7 laat de gemeente nu het volgende weten. Heel vervelend om te horen dat het zo moeilijk lijkt om deze woningen ook aan te sluiten aan het glasvezelnetwerk. Hoewel de gemeente hierin geen formele verantwoordelijkheid heeft, vind ik dat iedereen toegang moet kunnen hebben tot snel internet. Ik ga dan ook graag het gesprek aan met deze bewoners om te kijken wat we voor ze kunnen betekenen. Nou, ervan uitgaande dat het buitengebied hier gewoon aangesloten wordt of is aangesloten ondertussen, zouden we ook heel graag aangesloten worden hier met dezelfde voorwaarden. En als de gemeente ons daarbij kan helpen, dan zullen we daar uiteraard positief op reageren. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft deze week een bijzonder project afgerond. Bij de opleiding International Social Work was er de afgelopen tijd niet alleen plek voor reguliere studenten, maar ook voor enkele vluchtelingen uit de noodopvang in Nijmegen. Ze hebben 7 lessen gevolgd en vervolgens meegedaan aan het examen. Hiervoor kregen zij nu een certificaat uitgereikt. We vinden het belangrijk dat voor iedereen onderwijs mogelijk is. En bij onze opleiding International Social Work is de voertaal sowieso al Engels. En er zijn studenten uit eigenlijk alle landen in de wereld. 40 landen in de wereld. Daarom dachten we, er was een vraag vanuit het CO, is het mogelijk dat er mensen deelnemen aan lessen? En dat is voor ons eigenlijk heel makkelijk in te voegen. Past heel goed bij de bestaande lessen. Voor de vluchtelingen is het vooral fijn om wat afleiding te hebben. Zeker als ze daarmee ook nog iets leren. Because I wanted to do something else with my free time, and I want to use to bring my skill
to develop my skill. In Azad says there are so many people try to help us like these programs, as a social work programs. We want to learn that, how can we join them, how can we learn more things about them. Ze hebben dus, zoals ik zei, 7 lessen gevolgd in verschillende. Sommigen hebben writing skills gevolgd, presentation skills, conversation skills of een van de creatieve vakken. Ik denk juist dat het heel erg leuk is voor zowel onze studenten als voor de vluchtelingen om gewoon in het gewone lesprogramma deel te nemen. De lessen zijn een initiatief vanuit het COA. Zij vinden het sowieso fijn om de nodige activiteiten te organiseren voor bewoners van de noodopvang. Zeker als dat ook bijdraagt aan hun toekomst. Nou, wij vinden het eigenlijk heel belangrijk dat bewoners vanaf de eerste dag al beginnen met reïntegratie of integratie in de Nederlandse maatschappij. En ja, hoe mooi is het als dat ook kan wat betreft scholing. En vooral ook de hand, ik was gelijk, we hebben ze vorig jaar december al benaderd. Van hey, komt ook een nieuwe locatie in Nijmegen, kunnen jullie ons helpen met dingen opzetten qua scholing of activiteiten? En er werd gelijk vol met enthousiasme gereageerd. En het is zo mooi om te zien dat onze bewoners nu ook echt het schoolsysteem in Nederland kunnen ontdekken en actief bezig zijn in de maatschappij. Het regent pijpenstelen, maar dat mocht deze donderdagavond de pret niet drukken in Lent. Daar vielen 13 huishoudens in de prijzen na een feestelijke uitreiking van de Postcode Loterij. 2 broers uit Singapore, die al meer dan 50 jaar in Lent wonen, hebben meer dan een halve ton gewonnen. Een echtpaar wint ruim 100.000 euro en de dikste prijs is maar liefst 222.000 euro. Maar andere buren zijn ook dik tevreden met hun halve ton. Ze zeggen er erg van te gaan genieten. De 8 BOA's die werken voor de gemeenten Druten en Wijchen krijgen met ingang van 2024 meer bevoegdheden. Als het ministerie van Justitie en Veiligheid akkoord gaat, dan kunnen de BOA's daadkrachtiger optreden. Bijvoorbeeld wat betreft het gebruik van handboeien en het fouilleren. Het gedrag van de samenleving verandert en daarmee ook de rol van de BOA's. Zij spelen volgens Druten en Wijchen een steeds belangrijke rol in de leefbaarheid en de veiligheid. Bij het uitvoeren van hun werkzaamheden krijgen BOA's steeds meer te maken met agressie en geweld. Door de bevoegdheden uit te breiden willen de burgemeesters van beide gemeenten ervoor zorgen dat BOA's veiliger en zelfstandiger kunnen werken. Aanstaande dinsdag is het officieel Halloween, dus vooral dit weekend zal dat weer volop worden gevierd. Op diverse plaatsen gaan kinderen dan langs de deuren voor snoep. Dat gebeurt natuurlijk alleen bij de huizen die middels wat versieringen aangeven hieraan mee te willen doen. Een huis waarbij daar geen twijfel over hoeft te bestaan is de woning van Oerol Engels in Balgooi. Ieder jaar spaart hij tijd nog moeite om zijn tuin helemaal in Halloween-stijl om te toveren. Nou, het opbouwen duurt wel een tijdje. Ik ben er al bijna een week mee bezig met alles aan het opbouwen. En bent u al bijna klaar? Bijna. Ja, nog niet Halloween, dus ik heb nog een paar dingetjes te doen. Zelf heeft Uro jarenlang in Amerika gewoond, waar Halloween nog uitbundiger wordt gevierd. Deze ervaringen heeft hij weer meegenomen naar Nederland. Ik vind het heel leuk om de kinderen te laten zien en dat ze langskomen. En ik heb het uit Amerika meegebracht. Het weer een beetje op te bouwen hier in Nederland. En dat is gelukt. Tijd voor een kleine griezeltour. Dit is de toegang. Maar als we binnen zijn, is er geen uitgang. En welke is dan echt uw favoriet? Nou, dat is moeilijk om te zeggen. Ik zou denken eigenlijk de grootste, want die was mijn allereerste. En wat is het eigenlijk precies? Ja, het is een reaper. Een? Reaper. Oftewel magere hein of de dood. Het doel van Engels met zijn tuin is simpel. Om al die beelden te laten zien aan de kinderen dat ze niet zo bang hoeven te zijn voor spoken. Ik vind het heel leuk om te doen. En toen zag de boze heks het gezicht van onze verslaggever. Ah!
Dan kijken we even naar de berichten die gedeeld worden op de sociale media. De gemeente Overbetuwe biedt dorpshuizen en kleine ondernemers een subsidie aan voor het verlagen van de energiekosten. Er is onder meer een maximum van 1000 euro beschikbaar voor energieadvies en 500 tot 7000 euro voor energiebesparende maatregelen. Een aanvraag hiertoe kun je nog tot het eind van het jaar doen en op is op. Ook de gemeente Nijmegen is op de duurzame tour en geeft vooral praktische tips voor het verduurzamen van je huis. Dat gebeurt tijdens de Nationale Duurzame Huizenroute op 28 oktober en 4 november. Je kunt dan binnenkijken bij duurzame huizen en leren van diens huiseigenaren. En Startup Nijmegen heeft vrijdagochtend de winnaar bekendgemaakt van de titel Startupper van het jaar 2023. De winnaar dit jaar is D-Concern van Robin Burgers en Mick Gerrits. Het is de eerste keer dat Startup Nijmegen deze prijs uitreikt en de winnaar ontvangt een waardecheck van 2500 euro. Ja, na een kletsnatte vrijdag wordt het in de avond en nacht iets vaker droog. Dat is alvast een voorbode voor morgen, want dan zal het aantal buien vrij beperkt zijn. Hier en daar kan er nog wel wat regen vallen. Maar een groot deel van de dag krijgen we te maken met een mix van zon en bewolking en het wordt daarbij morgen zo'n 14 graden. In de nacht naar zondag trekt er wel weer een nieuw regengebied over de regio en op zondag zelfs hebben we met tal van buien te maken. Kortom, het blijft voorlopig wisselvallig herfstweer met soms een zonnetje, maar vooral ook met veel buien. Tot zover het RN7 regionieuws van vrijdag 27 oktober. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe NEC-update. Met daarin de vraag, wie keept er aanstaande zondag tegen AZ? En wij zijn maandag weer bij je terug, dus alvast een heel fijn weekend. En vergeet vooral de klok niet een uurtje terug te zetten. Tot maandag!